Oké, Skylander. Zullen we achter die gekke, maar toch gevaarlijke zeppelin aangaan? Dan vangen we die gestoorde peperkop, goed? Boom! En trouwens, ik heb tegen Tessa gezegd dat ze met ons mee mocht op deze missie. We mogen iemand anders ook wel eens de kans geven om kapitein Flynn in actie te zien. Vind je niet? We mogen chef Pepper Jack niet laten ontsnappen. Oh, zo te zien wordt zijn zeppelin wel goed verdedigd. Hij ziet er echt cool uit, als ik even helemaal eerlijk ben. Nou, Skylander, als ik het teken geef, ga je naar het geschut en begin je te schieten, oké? Mocht je het niet begrepen hebben, dat was dus het teken. Wat je dus moet doen, is op dolle schieten. En bij voorkeur, voordat ze op ons schieten. Dat is het idee. Mooi, blijf schieten op die ettertjes. Met jou wil ik nooit een vuurgevecht af. Wacht, ze hebben alleen maar helikopterrugzakken aan. Goed gedaan. Deze zeppelin heeft een aantal grote kanonnen en ik denk dat we de eerste hebben gevonden. Schiet hem neer. 1 geraakt. Ik weet niet meer hoeveel het er ook alweer waren. In ieder geval goed geschoten. Hierheen. Oh, nog een kanon. Schiet die gast ook neer. Aan, kanon. En oh, daar is de volgende. Kom op. Jullie zijn niet zo stoer zonder helikopterzak. Trollen? Maar die dingen willen wel. Maar hier is nog een kanon dat we waarschijnlijk willen aanpakken. Oké, dat moet de laatste zijn, toch? Nee hoor. We moeten er nog meer raken. Oh, en dit keer heeft hij hulp meegenomen. Dit is een heftige ontkanonisering. We moeten lekker bezig blijven. Dit gaat niet echt wonderen doen voor de laklaag. We hebben hun verdediging bijna uitgeschakeld. Laatste kanonnenboom. We zijn nu klaar en... Oh, wacht. Deze trollenmek wil ook mee. Ik hoop dat hij ervan houdt om neergeschoten te worden. Oké, de luchtafweer van deze zeppelin is officieel opgeblazen. Al voelt het wel alsof ik zelf ook wat schade heb opgelopen. Dat dus. Of die enchiladas die ik hiervoor heb gegeten waren niet helemaal goed meer. Flynn, je bent zwaar gewond. Je moet terug naar de academie. Nu meteen. Oké, Tessa. Maar alleen omdat jij het zegt. Oh. Baan je een weg naar de voorkant van het schip. En kijk of je een ingang kunt vinden naar de keuken van de chef. Skylanders van het element vuur zijn sterker in dit gebied.
hebt een trapmaster van het element lucht nodig om deze poort te openen. Ik win door de wind! Even doorluchten! Skylanders van het element lucht zijn sterker in dit gebied. Tegen de wind in! Van de hemel met deze hoed! Hoeveel enchiladas kan ik eten in een uurtje? Allemaal. Je hebt een trapmaster van het element licht nodig om deze poort te openen. Zie het licht! Verlicht het pad. Skylanders van het element licht zijn sterker in dit gebied. Onbekende locatie. Kato. Here.
opvallend uit. Kato, in prijzen. Geluk is met de dapperen. Skylanders van het element vuur zijn sterker in dit gebied. Skylanders van het element vuur zijn sterker in dit gebied. Oogverblindend goed. Skylanders van het element vuur zijn sterker in dit gebied. Verhelderend. Gegroet, vreemdeling. Ben je op zoek naar goed eten? Dat hebben we hier niet.
Ik ben naar deze schandekeuken gestuurd omdat ik alles aan laat branden. Soms zelfs voor ik het gas aanzet. Waar slaat dat op? Hoe dan ook. Ik heb nog één pot eten over en ik moet aan de andere chef bewijzen dat ik iets anders kan maken. Dat niet in de fik staat. Ik heb een fantastisch recept liggen, maar ik heb broccoli-kai nodig voor wat extra pet. Stuur hem naar mij en misschien kan ik mezelf dan wel bewijzen. Plus, ik zal je ervoor belonen. Beloofd. Bombshell. Op, op, op! Voor nog een magische upgrade? Goed hoor, maar voel je vrij om hier terug te komen. Al wat glittert! Skylanders van het element vuur zijn sterker in dit gebied. Zijn sterker in dit gebied. Een leidend licht.
de rest. Mijn baan op dit schip. Ik moet al deze chompies bij elkaar zien te houden. Raad eens wat er gebeurt. Ik word gebeten. Heel vaak. En ik studeerde niet aan de Koninklijke Kookacademie om me te laten bijten door chompies. Alsjeblieft, stuur de chompie-mage hierheen. Dan kan hij ze bevrijden, dan lijkt het net een ongelukje. Misschien kan ik dan ook eindelijk wat leuks gaan doen. Chompie-mage. Chompie Mage, wat een geluk! Toe, bevrijd deze chompies, zodat ik eindelijk op zoek kan naar culinaire doeleinden die beter passen bij mijn voedselvaardigheden. De Chompie Mage is mijn favoriet! Dat was champioos! Toezie! Boeia! Mijn vleugels. Goud en glorie. Ons de komende tijd even niet meer kan helpen. Maar ik moest van hem zeggen: geef de chef een extra boom voor de boom. Als je weet wat hij bedoelt. Ik heb geen flauw idee, maar ik wilde het even doorgeven. Hoe dan ook, je bent goed bezig. En nu moet je nog de sleutel halen daar. En daarmee de deur naar de personeelsruimte te openen.
Skylanders van dit element. Ook jij ziet het licht. Bombshell verslagen. Zet een magieval in de portal om deze schurk te vangen. Huh? Bom en bommenwerper onderweg! Bombshell gevangen. Opletten! Bommen los! Ik ben zover. Skylanders van het element lucht zijn sterker in dit gebied. Doorschijnend. Tijd om te stralen. Een leeg. Dan de rest. Ho, ho, ho. Krachtsexplosie. En glorie.
Skylanders van het element lucht zijn sterker in dit gebied. Doorschijnend. Pompoembasta, het is een Skylander. We worden allemaal gedwongen om op deze zeppelin te werken door die gekke chef Pepperjack. De andere koks vertrouwen je nog niet. Ze zijn best gespannen, het zijn koks. Maar misschien vinden ze je aardig als je jezelf kunt bewijzen in een potje skystenen pletten. We hadden dit bedacht om tijdelijk te ontsnappen aan de gekte van deze bloedstollende keukenomgeving. Kijk, ik laat het je wel zien. Zo, dit is het. Skystenen pletten! Om te winnen moet je zorgen dat ik nul gezondheid heb. Dit is een skysteen. Die zwaartachtige dingen laten zien hoeveel schade de skysteen aanricht. Het hart geeft aan hoeveel gezondheid hij heeft. Je tegenstander mag altijd eerst. Sheep creep. Daar gaan we. Heel goed. Okidoki, nu ben jij. Kies een skysteen om te spelen. Je mag je skysteen op een van deze drie plekken leggen. Probeer je skysteen hier te leggen. Ga je gang, niet zo verlegen. The Gulper. Super, nu gaan deze skystenen met elkaar vechten. De jouwe gaat winnen, maar loopt 1 punt schade op. Sheep creep. Bruiser cruiser. Oh nee, ik heb hier geen skysteen. Dat betekent dat jouw steen 2 punten schade aanricht. Sheep creep. Cuckoo clocker. Sheep creep. Bruiser cruiser. Neem het nu maar op tegen de andere souschefs. Maar onthoud, alles wat ze zeggen moet je niet persoonlijk opvatten. Het is een hele stressvolle baan. Gato!
Er vandoor! Dus, volgens Patterson ben jij te vertrouwen. Maar er is wel meer voor nodig om ons te overtuigen. Ja, we zijn niet van gisteren, hoor. Ik heb niet echt iets toe te voegen. Ik ben het wel eens met mijn mede-souschef. Maar als jij mij verslaat met skystenenpletten, laten we je er misschien wel langs om met de baas te praten. Sprout. The Gulper. Buzzer Beak. Bruiser Cruiser. Tussle Sprout. Shrapnel. Cheap Creep. Cuckoo Clocker. Voorbij is, maak ik een overwinningsham klaar. Ik hoop dat je net zo goed bent in tegen Jeff. Je hebt een trapmaster van het element vuur nodig om deze poort te openen. Veel succes straks in de keuken, Skylander. Ik laat je branden. Niet te houden. Skylanders van het element vuur zijn sterker in dit gebied. Leeuwendeel.
Een brullend succes. Zijn skystenen pletten. Daar ben je weer, Skylander. Ik hoop dat je honger hebt, want vanavond sta jij op het menu. Chef Pepperjack. Op het menu. Als in, ik maak avondeten van je. Ik bedoel niet dat je echt op het menu gaat staan. Ik snap dat dat niet helemaal duidelijk was. Hoe dan ook, tijd voor meer pit. Ah ja. Tijd om een vuurtje te stoken. Eet de saus. Dat doet pijn! We kunnen lekker aan de barbecue gaan! Meer peper is meer pit! Even een tandje erbij! Misschien kan het beter wat rustiger aan, baas. Nee, ik denk dat ik het hiervoor lukt. Oh, jij bent wel een pittig ding, zeg, dat is zeker. Heel veel pepers. Zullen we er een echte barbecue van maken en wat burgers op de grill leggen? Oh ja! Wauw, dat is lekker! Oh.
tegen je buntje. Zie je wel, eet meer vleugels. Dat wist ik wel zijn. Oh, oh, hou je van. Vuur het in je buik. Kijk om weer lekker te grillen. Volgens mij wil jij het graag extra, extra bitter. Grillen maar. Eet er dan. Eet. Wow, dat is lekker. Dat wist ik wel zijn. Oh, oh, hou je van! Vuur het in je superje! Hou je van! Aui! Chef Pepperjack verslagen. Zet een vuurval in de portal om deze schurk te vangen. Waar ik ga, maar hopelijk ligt er vlees op de barbecue! Chef Pepperjack gevangen. Meer slecht nieuws, koningin. De Skylanders hebben chef Pepperjack. Alsjeblieft, majesteit. Laat me jagen op de Skylanders. Voor ze alles voor ons verpesten. Ja, verlos van de Skylanders, eindelijk. En ik, Chaos, heb het perfecte ingenieuze kwade plan. Eerst schade. Dr. Crankcase, hoe staat het ervoor met mijn ultieme wapen? Uitstekend, koningin. Ik heb het wapen zo gebouwd dat het de gigantische energie van titanium kan gebruiken. Het duurt niet lang meer voor hij klaar is. En dan... En dan krijg ik al het goud van de wereld! Wacht, wat? Goud? Goud? Dat is het? Dat is je grote plan? Natuurlijk. Waar gaat het andersom? Ik weet het niet. Even denken. Oh ja, wat dacht je van over Skylands regeren als ultieme slechte heerser? Ik heb veel liever goud. Ah, niet slecht genoeg. Ik kan er niet mee tegen. Je gaat nu te ver. Ik daag je uit voor een kwaadwedstrijd. Wat een grap. Kom. Vertel eens, wat is nu precies een kwaadwedstrijd? Doe niet of je gek bent. Ik daag je uit voor een kwaadduel voor controle over de doemstrijders in heel Skylands. De winnaar krijgt alles. Heel erg bedankt, Chaos. Ik heb al heel erg lang niet meer zo gelachen. Ja. Oh, en maak je geen zorgen over je troll. We zullen goed voor hem zorgen. De winnaar krijgt alles en zo. Het is onbegrijpelijk. Hoe komt mij dit gebeuren? Chaos. Ik heb nu echt behoefte aan hem. Ik krijg het er niet uit. Ik kan het niet eens denken. Maar... Ja, ik geef mezelf geen keus.
tijd voor het ondenkbare. Niemand zal het verwachten. Zelfs ik niet. Maak je geen zorgen, met mij komt alles goed. Ik moet alleen even in het gips. En de heldhaftige daad laat ik even over aan de Skylanders. Het belangrijkste is dat jullie de chef te pakken hebben. Nu kan hij voor een hele lange tijd geen Traptanium meer naar zijn doemstrijdervriendjes brengen. Wat zijn ze eigenlijk met dat Traptanium van plan? Geen flauw idee, maar misschien heb ik thuis wel iets waar we wijzer van worden. Ik noem het de Info-Octopus. En Kelly, Flynn hier heeft een slecht been. Dus kan je mij en de Skylander erheen vliegen? Wacht, wat? Oh, en dan kan ik je onderweg ook vertellen over die grote vis die daar woont. Super! Jij gaat een info-octopus halen, hè? Oeh, dat is nou precies zo'n gestoorde actie die ik samen met je had willen doen. Zorg dat je wel veel foto's maakt, oké? Rollen maar! Als je gevangen vijand. Hypnotiserend sterk. Druk dan nog een keer op de aflostoets om weer als Skylander te spelen.